Sterren op de werkvloer. Ja, nog een kleine 24 uur en dan kennen we de winnaar van Sterren op de werkvloer. Sven en Anke die hebben ons gevraagd om te jureren en dat doen wij natuurlijk met heel veel plezier. En we krijgen daarbij de hulp van een echte pro, Anne Lemmes, want zij heeft ervaring met talentenjachten natuurlijk. Hè. Dag Anne. Goedenavond. Hey. Een echte pro, dat klinkt... wel chic. Ja, maar jij bent gewoon de ruggengraat van de jury morgen. Hè? Ja, al vier finalisten zijn bij Sven en Anke de revue gepasseerd. Die weten al met welk nummer ze morgen gaan deelnemen aan die finale. Wat is jouw eerste indruk van de kandidaten? Goh, ja, ik moet zeggen, mijn verwachtingen lagen heel erg hoog, omdat ik in The Voice van Vlaanderen en natuurlijk in Belgium's Got Talent ook heel wat talent zie passeren. Hè? Ja. Heel wat goede stemmen. En ik was nu toch wel echt onder de indruk ook. Ja, zo op de werkvloer, hè, je verschiet vaak van collega's van wat dat die eigenlijk kunnen of welke geheime hobby's die hebben of welke verborgen talenten. En ik ben er zelf ook wel aangenaam door verrast wat we allemaal vinden ook op de werkvloer in Vlaanderen. Dus dat belooft. Ik meen mij te herinneren aan dat jij ook eens iets gezongen hebt. Juist, hè? Ook op de werkvloer. Ook op de was dat nu weer al? Ja. Verlangen van Clouseau. Juist. Ah, ik heb dat gemist. Ah, ja. En dat was zonder jury waarschijnlijk. Zeg, morgen is Lien van Hoof van het Zorgcentrum Sint-Jozef in Pelt als laatste aan de beurt. Ook zij mag drie nummers brengen en ze heeft gekozen voor deze drie liedjes. Dat is niet makkelijk hoor. Nee. Niet makkelijk. Bryan Adams, Everything I Do. Jolene, Jolene. Ah, heerlijk nummer. Ook niet makkelijk. En heel eigen natuurlijk. Hè? Maar ze kan ons verrassen met er een eigen versie van te maken. Hè? Dolly Parton en Jolene. But if you loved me, en dit is Emma Bale. Ja, ook uit een talentenjacht. Hè? Ja, All I Want. Heb jij een voorkeur voor een van de drie nummers, Anne? Oh, amai, Bryan Adams, direct. Ja! En waarom? Ik word teruggecatapulteerd naar toen ik 12 jaar was en... helemaal verliefd op Bryan Adams toen die Robin Hood Point of Thieves film uitkwam. Ah. Ja, dat mag. Direct, ja. Al is het maar voor de nostalgie. Ja. Ja, het wordt natuurlijk een beetje afwachten wat het zal worden, want het zijn de luisteraars die morgenochtend mogen stemmen met welk nummer ze naar de grote finale maken. Rani zei daarnet dat ik een halve vrouw ben. Nu, nu borrelt het in mij op natuurlijk aan dat we een soort dresscode moeten afspreken voor morgen. Wat denk jij, Rani? Zullen we dat doen? Oh. Ja. Wat ga je aan doen? Weet je dat al? Ik had daar eigenlijk nog niet bij stil. Daar had ik nog niet over nagedacht. Dus misschien moet je met een dresscode wel meedelen dat ik daar niet sta. Ja. Het compleet. Jij bent de voorzitter. Ja. Wat ga jij dragen eigenlijk? A man onesie. Nee, alles serieus. Nee, ik ga een jeansbroek aandoen, een t-shirt en ik zal er een blazertje op. Allee, om het toch een klein beetje... Voor een finale. Ja, allee, dat boe. Een beetje uitpakken. Echt? Ja, voilà. Pak maar uit, ja. Een kostuum dus? Ah, ja. Maar ja. Oké, allee. En wat gaan wij dan aandoen dan? Ja, wij gaan toch ook een beetje... Allee, Rani. Uitpakken. Ja. Uitpakken, ja. Of we moeten natuurlijk aan de kans geven om te shinen. Zeg maar. Nee. Ja, dat gebeurt maar één keer om de zoveel jaar. Ja, hè, dus we mogen hem die ook niet afnemen natuurlijk. Alsjeblieft, zeg. Hey, maar we kijken er naar uit. Het zal geen gemakkelijke klus worden. Het zijn steengoede kandidaten, maar we gaan ons beste beentje voorzetten. Ja, dat ongetwijfeld stijf zal zijn, want we zijn nu nog altijd aan het sporten. Ik heb heel veel zin om dat samen met jullie te doen morgen. Ja, wij ook met jou. Tot morgen, Anne. Salut, tot morgen.